Kan jij iets over het project De Harde Leerschool vertellen? Ja, De Harde Leerschool is een project die jongeren helpt aan een baan door middel van een sport rugby. Daarnaast ben ik dit project begonnen in 2015. Rotterdam zijn we begonnen, Den Haag hebben we gedaan, Groningen hebben we gedaan en nu zijn we in Almelo beland. En met trots willen we in april starten met het project in Almelo bij de Big Bulls hier. En wat maakt nou dat jij bij dit project zo betrokken bent? Nou goed, ze hebben mij op een bepaald moment, bestuur van De Harde Leerschool heeft mij benaderd in 2015. En ik ben zelf trainer al vanaf al jaar. Nu ben ik met de jongeren aan de gang gegaan en het is een goede combinatie. Dus we zien dat het effect heeft. En de cijfers liegen niet. Van de jongens die starten aan het project blijft vaak 60% aan het werk langdurig. En dat is een hoog percentage. Dus de sport rugby in combinatie met de reïntegratie werkt. Waarom zijn jullie als gemeente Almelo gegaan voor dit project? Nou, omdat het belangrijk is om jongeren die wat kwetsbaarder zijn aan het werk te helpen. En soms is het wat moeilijker om die jongeren te bereiken vanuit de gemeente. En daarom schakelen we De Harde Leerschool in. Als een soort middel om ervoor te zorgen dat die jongeren door middel van sport bereikt worden. En klaar worden gestoomd, gemotiveerd worden voor een betaalde baan. Zodat ze aan de slag gaan. Naar werk worden begeleid, hun eigen inkomen kunnen verdienen en daardoor een gestructureerd leven leiden. Hoe ben je van het project gekomen? Nou, dit project werd eigenlijk geïnitieerd door de Big Bulls. De Big Bulls is een sportieve en actieve club in Almelo, een actief betrokken sportvereniging. En dat betekent dat ze zich ook heel erg inzetten voor de samenleving. En zij zien ook dat een sportclub meer is dan alleen rugby spelen, maar ook zorgen dat je maatschappelijk betrokken bent. Nou, de Big Bulls kwam met dit initiatief en ik ben daarmee in gesprek gegaan. En ja, ze zijn ook actief geweest, De Harde Leerschool, in andere plaatsen, zoals in Den Haag, Groningen. Dat geeft dan ook op een gegeven moment wel wat comfort om daar verder over te praten. Van, hey, hoe heb je dat daar gedaan? Wat kunnen wij hier in Almelo gaan doen? En kunnen we met elkaar komen tot een succesvol project? Het is ook een pilot en je moet altijd zien hoe het gaat lopen. Maar ik ben er heel positief gestemd over. Waarom is de Big Bulls met deze Harde Leerschool in zee gegaan? Als rugbyclub zijn we graag maatschappelijk betrokken. Zo mooi is dat hier tegenwoordig. Dit leek ons echt een uniek project om daaraan mee te werken. Ook omdat ze werken vanuit het principe van rugby. Respect, kameraadschap, discipline. Staat bij ons hoog in het vaandel. Dus ook vanuit de beginselen van een rugbysport doen we hier graag aan mee. Daarnaast hebben we pas een nieuwe accommodatie waar we trots op zijn. En die stellen we graag beschikbaar om dit project te doen slagen. Samen met de gemeente Almelo. En we hoorden net al dat misschien gemeentes via de Enschede ook interesse hebben. Dus wij denken een goed initiatief van De Harde Leerschool om hier in Twente een succes van te maken.